Ja, je zou het bijna vergeten, maar dat is deze week ook Jeugdboekenweek. Ja, dat is voor iedereen die in het middelbaar zit, betekent dat meestal een boekbespreking doen van een boek dat je al dan niet effectief zelf gelezen hebt. Maar je kan het ook doen zoals Amelien en gewoon zelf een boek schrijven. Amelien van de Wallen, hallo. Hallo. Je hebt dat gewoon gedaan, ongelooflijk knap. Ja, in combinatie met school, ben je vandaag naar school geweest? Ja, we hadden afstandonderwijs, dus Dat viel goed. En ben je fan ervan of liever niet? Ik zou toch liever voltijds naar school gaan. Ja. Snap ik wel, socialer en zo, met je babbelen. Maar ja, geen mondmaskers thuis, dat is toch wel iets, hè? Ja, dat is waar. Dan, als we toch positief moeten zijn. Dat is mooi hoe je overal het positieve inziet. Oh. Zeg, maar je zit dus nog in het middelbaar, Amelien. Ja. Maar je hebt ook al meteen een boek geschreven. Sterker nog, een roman. Maar wanneer ben je eraan begonnen dan? Oh, dat is eigenlijk al 3 jaar geleden dat ik daarmee in mijn hoofd zat en dat ik daar stilaan zo aan begonnen was. En dat was eigenlijk pagina per pagina dat dat in mij opkwam. En ik had zo ook geen idee dat, of dat ik het ging uitgeven of niet. Dus dat was super spannend. En dan is het uiteindelijk afgeraakt en heeft mijn tante gezegd van Amelie, we gaan dat doorsturen naar een uitgeverij. En dan hebben we het doorgestuurd naar Bookscout. En dat is een uitgeverij die eigenlijk 80% van de manuscripten die ze toekrijgen ook daadwerkelijk gaan uitgeven. Dus dat was super leuk dat ze dan ook gezegd hebben van ja, we gaan uw boek uitgeven. Spannend. Ja. En je hebt het voor je liggen. Het is een meisje op de cover die in de spiegel kijkt. Het boek heet Rozengeur of Maar een Schijn. Ik vind echt... Goeie titel. Goeie titel. Ja, dat had ik ook. Even over nadenken. Ik dacht eerst of gewoon maneschijn, maar nee, of maar een schijn. Waarover gaat je boek? Het gaat eigenlijk over een meisje, Eline, en ze is 15 jaar oud. En ze heeft eigenlijk heel veel problemen thuis. Alhoewel iedereen denkt dat ze een perfect leven heeft. En op school heeft ze super lieve vrienden. En ze amuseert zich en ze heeft goede punten. Maar eigenlijk heeft ze een dronken moeder thuis, waar ze het heel lastig mee heeft. En in het boek komen er dan ook heel veel momenten terug waarop ze echt wel het moeilijk heeft. En ik vond het ook wel belangrijk dat dat ook eens besproken werd in een boek. Van dat het leven niet altijd... Roodgeur en maneschijn is inderdaad. En dat het soms achter het uiterlijk, dat het innerlijk niet... soms kan verschillen van hoe dat je of dat je glimlacht of dat je... Ja. Wauw. Dat is toch straf als zo'n jong meisje. Want hoe oud was je toen je eraan begonnen bent? 14, als ik ook aan reken. Ja, 14 jaar. Dat je dan denkt van, ik ga eens schrijven over wat er achter die façade schuilt. Ja, want ik was ook aan het denken, je zou dan denken, zo'n jonge schrijfster, dat zal gaan over, om het nu in het belachelijke te trekken... Je bent aan eenhoorns aan het denken. Eenhoorns, laat ons dat pakken. Maar dan effectief, het is wel heftig als ik het zo hoor. Ja. Oh jee. Ja, even slikken toch. Maar wil je dan later schrijfster worden? Of? Als ik die kans krijg en als ik ook echt goede boeken kan schrijven, dan zou ik dat heel tof vinden. Maar ik merk nu dat ik mijn eigen boek zo soms eens herlees, dat ik dan denk wel van, het kon altijd beter. En ik merk ook nu, ik ben ook bezig aan 2 andere boeken nu. En ik merk ook wel dat mijn schrijfstijl veel beter gaat. En dat ik ook veel meer woordenschat heb in vergelijking met vroeger ook. En dat het ook alweer meer poëtische taal is. Dan wat er nu eigenlijk in mijn eerste boek allemaal voorkomt. Dan heb je denk ik nog een voordeel aan thuis les krijgen. Je kan gewoon ongegeneerd aan je boek verder schrijven. Ja. Tussen de lessen door. Mm-hmm. Voilà. Dus binnenkort nog zoveel andere boeken die we mogen verwachten. Nu, jouw boek, die roman van Rozengeur of Marenschijn, kan je dus online kopen. Het is op de site van bookscout.nl, is dat geloof ik. Ja. Moet je maar even doorklikken. Maar je kan hem ook gewoon scoren bij ons. Dat is het fijne. Speciaal ook wel een beetje voor deze jeugdboekenmaand waar we in zitten. Dus laat even weten of je Rozengeur of Marenschijn, die debuutroman van Amelien, wil winnen. Nu even je naam droppen in onze M&M-app. Of laat die achter via 6050. En dan maak je kans om dat zo meteen gratis en voor niksjes van ons te krijgen. Voor mocht je bijvoorbeeld binnenkort nog een boekbespreking moeten doen. Want mensen gebruiken jouw boek voor boekbesprekingen, hè? Ja. Oh. Ja. En staat er al een samenvatting van online? Dan nog niet. Amai, dan weet je echt dat je het gemaakt hebt als schrijver. Ja, dat soort dingen. Nu even sturen dus jouw naam, M&M, app of 6050. En maak kans om het te scoren zo meteen.